Welkom bij Topnames, die erin gaan vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Danny de Vreeze. Danny, je bent van iWelcome. Klopt. Welkom. Dank je. Wat doe je? Ja, ik ben directeur en oprichter van iWelcome, dus dat is wat ik bij iWelcome doe. Ja, precies. Als ik naar jullie site kijk, dan denk ik wel, weet je wel, wow, weet je wel, waar gaat het over? Dus ja. Ik ben blij dat jij er bent, dus leg het even uit. Ja, kijk, verder waar wij ons mee bezighouden, wij leveren de digitale infrastructuur die grote bedrijven gebruiken. Om eigenlijk de relatie te starten met mensen, dingen en hun IT-systemen. En wanneer begint zo die relatie eigenlijk? Ja, als je op een website bent en je gaat inloggen, want dan gebeurt er echt iets, hè? Alleen het visite niet. Die relatie moet je koesteren, die moet je zorgen dat die rijk wordt. Hè? Want als je meer informatie van iemand hebt of met iemand deelt, dan kun je er ook meer mee doen. Aan beide kanten moet het waarde opleveren, uiteraard. En gelijktijdig moet je zorgen dat dat goed beschermd wordt. Dus waar wij ons mee bezighouden is zowel het verbinden, die relatie laat ontstaan, alles wat te maken met registreren, inloggen en dergelijke. En ook zorgen dat die relatie beschermd is. Niet alleen beschermd security-wise, maar ook qua privacy. Nou, we hebben net ook al even gehoord, hè? Privacy komt nog al eerder aan tafel naar voren. GDPR is natuurlijk een hot ding. Iedereen. Voor wie dat niet weet, de nieuwe wetgeving die per mij ingaat. General Data Protection Regulation. Hè? Dat is maar voor de duidelijkheid, die relatie, het heeft geen goede reputatie in de volksmond. Het is gewoon profiling. Je verzamelt in een profiel van mensen informatie. Nee, dat is hetgene dat wij juist niet doen. Eigenlijk hetgene wat je bij ons moet voorstellen. Iedere keer dat jij inlogt, hè, en je moet iets achterlaten, je moet registreren, username, paswoord. Maar dat kan ook bijvoorbeeld een situatie zijn dat jij een medewerker bent bij een bedrijf. Op basis van de rol en de rechten die je dan hebt binnen een bedrijf, krijg jij toegang tot bepaalde systemen. Nou, dat is eigenlijk het spel wat wij met onze IT faciliteren. Hij zijn dus ook helemaal geen speler in wat wel of niet bijgehouden wordt. Dat doen onze klanten. Hè. We leveren alleen de digitale infrastructuur. Je geeft de toedeling. Precies. Als je nu kijkt over de relatie met consumenten, is het zo dat uiteraard op het begin met een profiel achterlaten. Tegenwoordig mag je niet meer vragen als dat je ook direct nodig hebt. Ja, dat is die nieuwe wetgeving. Dat is die nieuwe wetgeving. En waarom reageer je dan zo op profilen? Want je bouwt toch een profiel op van mensen? Nee, mensen laten het profiel achter, zo moet je het zien. Bij profiling zit je veel meer in die hoek waar website gedrag wordt gevolgd en vervolgens aan het profiel automatisch wordt verrijkt. Hè. Dat versta je onder profiling. Ja. Bij ons is het zo. Oké, semantiek. Maar je bouwt een profiel op van mensen op basis van informatie die ze achterlaten bij jullie klanten. Nee, dat is juist wat we niet doen. Hè. Bij ons laten mensen bouwen hun eigen profiel op. Zij bepalen daarna wat ermee gebeurt? Uiteraard bepalen zij wat ermee gebeurt in de relatie met de organisatie wat ze ermee doen. Hè. We hebben natuurlijk heel veel verschillende klanten die hele verschillende redenen hebben om met iemand een relatie op te bouwen. En misschien een voorbeeldje geven, PostNL, een grote klant van ons. Als jullie track and trace doen en je blijkt dat je een ander adres wilt toevoegen, nou, dan voeg je dat adres toe en achterliggende technologie is van iWelcome. Dat is wat wij doen. Ja, dan bouwt PostNL helemaal geen profiel meer op, anders dan dat er een extra adres is. Als je zegt, ja, deze gegevens mag je ook gebruiken om adverteerders bijvoorbeeld informatie te voorzien. En je gaat vervolgens kijken wat die adverteerders achterlaten. Ja, dan ga je echt profilen. Dus dat is wat ik onder profiling versta. Okay. Wat wij echt doen is eigenlijk identiteitsgegevens beheren. En zorgen dat, ons systeem kunnen klanten dat doen. Dat gebeurt op een manier die A, een beetje gebruiksvriendelijk is. Dus niet te veel dingen vragen en niet ingewikkeld maken. Als je een mobiel apparaatje hebt en je wil sterke authenticatie gebruiken, dan gewoon dit ding in plaats van dat je weer een ander ingewikkeld systeem moet gaan gebruiken. En wij zorgen dat, nu met die veranderde de regelgeving, klanten ook in staat zijn om de juiste vraag op het juiste moment te stellen en niet te veel te vragen. Dus wij faciliteren eigenlijk het hele proces waar ze aan moeten voldoen. Dan kun je dat ook een stap verder maken naar profiling, maar dat zouden andere systemen zijn waarbij jij dan als gebruiker, consument in dit geval moet zeggen, nou, goed plan, doe dat maar. Of waarom, doe dat niet, maar waarom doen jullie dat niet? Waarom zou je dat niet willen? Ja, omdat dat op dit moment niet onze business is. Ik kan me wel voorstellen, je ziet sowieso dat onze markt, identity management heet dat, een beetje erodeert. Vroeger was dat alleen username, paswoord en wat rechten. En tegenwoordig zit daar een heleboel andere zaken in, want je moet kunnen aantonen welke informatie is achtergebleven. Ja, dat begint toch met de eerste informatie die je achterlaat. Dus wij gaan allerlei metadata bijhouden om te kunnen zien, je hebt deze gegevens via Facebook achtergelaten, voor alleen deze reden. Dus een website vraagt jou, mag ik je telefoonnummer, zodat de taxichauffeur kan aanbellen als hij, je kan bellen als hij voor de deur staat. Ja. Dat is GDPR compliant, dat mag. Want je hebt namelijk precies dat telefoonnummer gegeven, alleen voor die ene reden. Gaat dit bedrijf nu dat voor een andere reden gebruiken? Ja, dat mag dus niet. Moet je opnieuw toestemming vragen. Ik wil je telefoonnummer ook gebruiken om het aan iemand anders te geven bijvoorbeeld. Nou, in ons systeem kun je dat allemaal faciliteren en bij ons wordt het ook allemaal bijgehouden. Dus als je nu een data protection officer bent, kun je gewoon een query doen op ons systeem en zeggen, goh, hebben we ons netjes gehouden aan dat we dat ene ding ook echt met één purpose gebruiken? Of als we het voor meerdere dingen gebruiken, hebben we ook daadwerkelijk die tweede, derde, vierde, vijfde reden gevraagd. Ja. Want dat is de essentie, hè? Dat even denk ik belangrijk voor heel veel mensen realiseren zich niet precies wat die nieuwe wetgeving allemaal inhoudt.
Maar het gaat er altijd om dat de gegevens die je achterlaat gebruikt worden voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Ja, als ik het eigenlijk heel simpel moet maken. Dat je niet bang hoeft te zijn dat als ik mijn telefoonnummer inderdaad achterlaat bij een bezorgdienst, omdat ze me even willen kunnen bellen als ik niet open doe. Dat het vervolgens bij weet ik wat voor telemarketingbureaus terecht komt. Correct. Het is zo'n boekwerk aan wet en regelgeving. Maar eigenlijk wat de wet nu gaat doen is eigenlijk het goed rentmeesterschap wat je als bedrijf sowieso had moeten doen, eigenlijk in een wet verankeren. Ja. En ook gegeven het feit dat mensen helemaal niet zo bewust zijn met hun privacy. We hebben het er wel veel over, maar als ik iets interessant vind, dan laat ik toch te veel achter omdat ik het graag wil hebben. Wat er ook onder staat, dat lees je allemaal precies. Niet eens. Dus nu worden eigenlijk bedrijven gesommeerd, ook met serieuze boetes, om daar dus op een andere manier mee om te gaan. Nou, wat moet je er eigenlijk doen? Het zijn maar vier dingetjes waar je mee rekent. Je moet toestemming vragen en heel specifiek. Dus niet een algemene toestemming vragen, mag ik je telefoonnummer voor alles gebruiken? Nee, voor die en die reden. Twee, je moet de consument in staat stellen, een profielpagina aanbieden, waarin staat, dit hebben we bijgehouden voor die en die reden. En by the way, je hebt die data gekregen uit Facebook of je hebt het overschreven op dit moment met andere data. En het derde wat je moet doen, die consument, via diezelfde pagina, dus transparantheid, in staat stellen om die data te kunnen wijzigen. Ja. Toestemming in te trekken, profiel volledig te verwijderen. En volledig verwijderen betekent overigens niet dat per se alles uit ieder systeem weg is. Hè? Want anders zou het mooi zijn dat jij in één keer je volledige claimhistorie bij een verzekeraar in één keer kwijt bent en geen no-claim meer hebt. Hè? Er zijn nog steeds data die mag wel worden bijgehouden voor wettelijke toestemmingen, toepassingen. Dus dat is eigenlijk de drie dingen die aan de privacykant spelen. Aan de dataprotectiekant betekent dat je allerlei maatregelen moet nemen als bedrijf om datalekken te voorkomen. En dat zijn eigenlijk de vier dingen, als je het hele grote wetgeving wil samenvatten, die ze proberen af te zekeren met GDPR. Ja. En Nederland liep er eigenlijk al mee vooruit. Hè? Een groot gedeelte van deze wetgeving is ook best in lijn met hetgene wat we hier al gewoon waren. Hey, wat ik me natuurlijk bij iedereen van onze gasten afvraag, weet je wel, waarom ben je dit gaan doen? Wat is het dat, waarvan jij dacht, weet je wel, dat identity management? Ja. Daar ga ik mijn week aan besteden. Ja, weet je, 16 jaar geleden was ik op de universiteit was met IT-bedrijven bezig en we hielden ons bezig met dingen die enterprise portalen heten. Dat betekent bijvoorbeeld als je een universiteit had, hè, daar waar je als student inlogde en voor de afdeling, hè, als je bij biologie zat, dat je ook alleen maar dingen zag van de faculteit biologie. Als jij een docent was of andere, dat je andere applicaties te zien kreeg. Heel leuk gepersonaliseerd dat doen, maar het probleem was dat er helemaal geen goed user management heette toen nog was. Dus het eerste probleem wat altijd moest oplossen was eigenlijk dat identiteitsprobleem. Wie heeft welke rechten op welk systeem? Wie mag waarbij? 2004, 2005 kregen die trammelant in Amerika met Enron. Nou, toen kwam Sarbanes-Oxley. Dat betekende eigenlijk dat je nog steeds beter moest kunnen aantonen wie toegang had gehad tot welke informatie op wat moment. Dus de governance kwam bij identity management. Toen werd het ook een volwaardig iets eigenlijk. Hoe groter de aantallen werden, hoe meer je een probleem had om dat te managen. Een efficiëntieprobleem, dus je moest het wel gaan automatiseren. Dus dat alles is eigenlijk deze markt geworden. Per saldo is er geen bedrijf van enige omvang wat zonder identity access management kan opereren. Dus die markt is heel groot. Die markt wordt ook steeds groter en complexer, omdat we nu naast zeg maar, medewerkers heel veel consumenten hebben. En consumenten gaan dingen gebruiken. Die dingen krijgen ook eigen identiteiten. En dat zie je nu met name in connected houses, connected cars. Hè, een auto die een identiteit heeft, op dit moment aan mij gekoppeld is, omdat ik toevallig in deze auto rij. Daar worden gegevens uitgewisseld. Moet ik wel toestemming voor geven. Hè. Sterker nog, misschien moet ik ook wel toestemming geven aan het navigatiesysteem wat erin zit. Als ik ergens heen ga rijden en dat zou gekoppeld zijn aan een verzekeraar en ik zit in het buitenland, kan mijn reisverzekering misschien een keer iets anders gaan doen. Ja, dus dat wordt steeds groter netwerk. En in die end is het allemaal gekoppeld met jou als persoon. Want als je die relatie niet kunt leggen, daar heb je identity management voor nodig, ja, dan kun je dus eigenlijk dat niet gaan inregelen. Dus wat je ziet is dat identity en access management eigenlijk vroeger een hygiënefactor was. Je moet het wel regelen binnen een bedrijf, anders kunnen medewerkers geen toegang hebben. Ja, eigenlijk de basis wordt van zaken doen. En basis wordt van iedere interactie die we hebben. Ja. En meer of minder beschermd. Hè? Ik heb daar geen voorkeur in hoeveel iedereen wil gaan. Want dan moeten we bedrijven met zichzelf besluiten. Ja, de kleinste eenheid wordt de persoon. En aan de persoon koppel je wat die mag, wat die kan. Maar dit is tegelijkertijd toch ook fascinerend. Wat jij zegt. Want de nieuwe wetgeving, die GDPR, die zegt dat je overal toestemming voor ook moet geven. Echt voor het doel waarvoor die gegevens zijn achtergelaten. Je noemt me zo'n voorbeeld een navigatiesysteem. Daar heb jij een account. Dus dat is aan jouw persoon gekoppeld. Ja. Moeten al die navigatiebedrijven jou vanaf 1 mei persoonlijk om toestemming gaan vragen om die locatiegegevens te mogen gebruiken? Ja, als ze daar dingen mee willen doen, anders dan de directe nut wat daarvoor geldt. Ja, dan zullen ze dat moeten doen. En dat wordt natuurlijk ook een bijzonder interessant. Ja, nou, of een mooie uitdaging, zo kun je het ook zien. Hè? Ja. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Voor jullie misschien.
Ja, nou, voor ons zeker. Voor alle bedrijven ook. Maar ja, weet je, iedereen wordt wel gedwongen om anders om te gaan en anders na te denken over hoe ze omgaan met consumenten. Niet alles kan en mag meer. Gelijktijdig is de uitdaging, hoe ga je toch iets gebruiksvriendelijk houden? En anders krijg je het wil je als consument, dat is natuurlijk een hele ding van zijn. Bij elke site waar je komt, waar je toestemming moet geven, leest niemand. Weet je wel? Dus des te vaker, bedoel, die cookiewet is natuurlijk eigenlijk een drama. Ja, nou, die cookiewet is natuurlijk nog een stapje erger. Ja, hier heb je wel, kun je wel een gedrempel maken. Ja, maar als ik elke keer een vraag krijg van mag ik, weet je, en op een gegeven moment wordt dan volgens mij, wordt dan niet dezelfde automatisme van ja, ik zeg gewoon ja, want ik heb geen zin in die hassle. Ja, het ligt een beetje, kijk, wat je nu tegenwoordig veel meer ziet, is meer dat dialogue design. Hè? Dus dat betekent dat je meer met een simpele vraag, je hebt hier achtergelaten dat je in je profiel dat je van films uit Amerika houdt. We hebben nog een andere serie uit Amerika. Vind je dat ook belangrijk? Vind je dat toevoegen aan je? Nou, dat voelt best wel lekker. Hè? Dat voelt helemaal niet als een ding. En zeg je ja, dan heb je ook toestemming gegeven. Ja, ja. Dus weet je, je moet natuurlijk manieren zoeken om dat toch wat complexe ding en die complexe interactie gebruiksvriendelijk te houden. En dat zal heel veel in dit soort dingen zijn. Kijk, als je naar Uber gaat, die heeft ook een beetje een soortgelijk iets. Mag ik je telefoonnummer, zodat je kan worden gebeld? Ja, dat geef ik op het moment dat ik ook Uber ga gebruiken. En dan vind ik het wel logisch. Nou, vind ik ook niet zo'n groot probleem. En ik denk als je dat op die manier beschouwt, dan zul je nog steeds zien dat het relatief gebruikt wordt. Ja, want eigenlijk normaal gesproken, laat ik zo zeggen. Normaal gesproken gaan wij er, zelfs de beginhouding is natuurlijk eigenlijk dat je als gebruiker denkt, ik geef die toestemming ook om gewoon geholpen te worden zoals ik geholpen wil worden. Ja. Hooguit word je daarna blijk je lastig gevallen te worden met dingen waar je niks mee wilde hebben. Nee, dus exact, eigenlijk wordt nu, zou je het ook niet andersom kunnen zien, dus dat de wet nu eigenlijk gewoon wordt van waar, hoe wij gebruikers denken dat mensen onze Ja, ik denk dat je daar een punt hebt. Gelijktijdig is de vraag natuurlijk hoe bewust die gebruiker altijd ermee is. Hè? Als ik heel eerlijk ben en kijk naar mezelf, ondanks dat ik in deze business zit, laat ik veel meer gegevens achter, omdat ik ook eigenlijk op dat moment niet eens zoveel interesse heb of ze nou wel een keer naar mij een mail sturen of niet, dan delete ik hem daarna wel. Ja. Dus je bent er als gebruiker toch best wel makkelijk in. Ja, jij ook zelfs. Ja, zelfs ik ook, ja. Ja, ik merk altijd, we hebben het hier wel vaker aan tafel over. Ik vul nog altijd overal mijn 06-nummer 06-123-4567-8. Ja, 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 dat doe ik op sommige plekken ook, ja. We hebben hetzelfde nummer dus. Ja, hetzelfde nummer. Bijzonder verwarrend. Jullie kunnen elkaar altijd bereiken. Ja, kunnen altijd bereiken, ja. Maar de rest nu ook dus, ja. Ja. Ja, dus ik blijf dat stug doen. Want ik denk altijd, maar waar heb je mijn telefoonnummer van nou? Ja, kijk, precies, van de bezorgdienst begrijp ik het. Ja. Want als ik even in de tuin zit of weet ik wat, dan wil ik toch dat iemand me even belt en zegt, hey, ik sta voor de deur. Ja, dus als je het zo bekijkt, gaat uiteindelijk deze wetregelgeving in zekere zin voor een bedrijf leiden tot niet vervuilde databases. Ook best wel handig. Ja, hè? Ook beter. En het leidt uiteindelijk misschien tot een systeem wat ook precies doet zoals je het nu al gebruikt als je 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 gebruikt. Ja, dat is natuurlijk anders ook net zoveel als dat je iets blanco invult. Hey, maar je gaf net even aan van, over identity management van personen als het begin start. Maar we gaan nu naar een wereld Internet of Things. Weet je, dat alles zeg maar eigenlijk een identiteit wordt. Maar wat betekent dat voor jouw bedrijf? Ja, dat betekent eigenlijk dat het aantal identiteiten nog eens een keer explodeert. Hè? Want wij hebben al zoveel systemen waar we dingen mee doen. En we gaan nu ook nog dingen waar wij interactie mee hebben. We gaan nu ook nog dingen daaraan toevoegen. Ja. Wat je nu veel ziet, is dat het natuurlijk gebeurt rondom wearables, rondom auto's en rondom huizen. Hè? Dus bijvoorbeeld de Toon in Nederland, wat je veel langs ziet komen. Natuurlijk Nest. Als je het businessmodel erachter bekijkt, is eigenlijk wel heel bijzonder. Hè? Want zo'n smart meter heeft een relatie met mij. Die is gekoppeld aan mij en mijn gezinsleden. By the way, als gezinsleden onder 14 jaar zijn, of sommige landen nog hoger, zul je ook weer toestemming moeten geven. Hè? Dus je moet je kinderen mandateren om bepaalde dingen te mogen aanpassen. Het is niet zo dat je over iedereen alles mag doen. De reden dat bedrijven als Eneco dit willen hebben, is ook omdat ze een relatie houden met jou. En als je nu besluit dat je in één keer van grijze energie naar groene energie wil gaan, ook al leveren ze het niet, kunnen ze het wel zelf inkopen via een ander. En dan hebben ze nog steeds die relatie, want anders als je misschien weggaan naar een derde. Dus dat ding dat zorgt dat die relatie verstevigd wordt. Nou, vervolgens kun je de brandmelder aankoppelen. Die brandmelder die betekent dat jouw huis in ieder geval eerder signaleert dat er iets verkeerd aan gaat. En je kunt korting krijgen op je verzekeringspremie. Natuurlijk ook geregeld, dan bij wijze van spreken via een Eneco. Dus je ziet eigenlijk dat op die manier via dat ding een kanaal is om een relatie met jou te verstevigen, maar ook om eigenlijk een footprint voor een bedrijf te verstevigen. Dat is eigenlijk de noodzaak vanuit de bedrijfskant om te zorgen dat die dingen ook gekoppeld worden aan mensen. Ja, nou blijf ik toch ingewikkeld daaraan vinden dat wij zijn allebei early adopters, zal je niet verbazen. Bijvoorbeeld de domotica, daar heb je het nu over. Ja, ik heb mijn hele huis vol hangen met die troep, gewoon omdat ik het leuk vind om te kijken wat ik ermee kan doen. Ik ben mij er niet bewust van aan wie ik
op dit moment toestemming hebt gegeven om die gegevens te gebruiken en ook niet waarvoor. Ja. Dat kan eigenlijk niet meer in onder de nieuwe wetgeving. Kijk, de meeste en dat gaat echt huis, van wanneer de deuren open, dicht, tot brandmelders, rookmelders, bewegingssensoren, weet ik wat allemaal. Temperatuur in mijn huis, alles. Klopt. Nee, dus jouw domotica leverancier zal ook toe gaan werken naar in ieder geval één plek waar jij kunt zien wat je aan wie hebt achtergelaten. Dat is eigenlijk de noodzaak die jij zelf voelt en die ook die leverancier ook gaat voelen. Overigens ook belangrijk, want op het moment dat zij dat niet gaan doen voor je, ga je toch andere wegen zoeken om dat te doen. En als je andere wegen gaat zoeken, kun je ook weglopen. Dat is eigenlijk altijd de consequentie van geen relatie meer met iemand hebben. En dat is ook bijvoorbeeld wat die thermometers bijvoorbeeld doen. Maar wat je ook nog rond de auto's ziet gebeuren. Hè? Ik sprak laatst met een Chinese autofabrikant. En die is eigenlijk al de hele stap van auto zelf hebben al voorbij. Hè? Auto moet geen bezit meer zijn, maar moet je gewoon gebruiken. Want in China zijn ze dat voorbij of deze man? Nee, de bedrijven zijn in hun gedachten. Dus die willen eigenlijk auto's gaan neerzetten die hier in Amsterdam overal staan. En op het moment dat jij zegt ik heb een auto nodig, dan typ je op je appje even in wat voor soort auto hebt. En dan rijdt hij ook zelf, of niet? Hè? En dan rijdt hij ook zelf. Nou, dat zou kunnen. Maar goed, stel voor dat hij dat ook niet zou kunnen. Hè? Ja. Een stapje dichterbij. Die auto, als jij natuurlijk gegevens achterlaat, kun je zoveel achterlaten. Die auto kan ze helemaal zetten naar wat jij fijn vindt. Hij kan van binnen de kleur hebben die je leuk vindt. Spotify playlist opzetten. De speler die bij je past. Hij kan het rijgedrag gaan vertonen die jij prettig vindt. Lekker snel optrekken en bij een ander misschien heel langzaam, die van een andere demping houdt. Je kunt al zorgen dat de stoel staat op de stand die bij jouw lengte past. By the way, dat zijn persoonsgegevens. Hè? Dus al dat soort informatie ga je achterlaten. En als je zo gaat denken, je komt er gewoon aanlopen, je ziet die auto klaar. Die auto is helemaal geconfigureerd voor jou. Je rijdt ermee naar het buitenland en op het moment dat je in het buitenland komt, bijvoorbeeld je van net, krijg je een melding van je verzekeraar. Goh, we zien dat je in je navigatiesysteem hebt gezet dat je naar het buitenland wil. Zullen we dat nu even je buitenlandtoeslag gaan toevoegen? En ben je al verzekerd in het buitenland? Ja, dat soort dienstverlening en concepten gaat allemaal komen. En het is niet zo gek ver weg, hè? Want alle dingen die ik nu zeg, voelen eigenlijk best wel dichtbij. Ja. Even los van het zelf rijden, maar... ook dat. En wat heb je daar dus voor nodig? Die relatie met die verzekeraar, die gekoppeld moet zijn aan die auto. Niet zozeer aan die auto, maar eigenlijk een device wat gebruikt wordt om die auto te kopen. Ja, al die auto's, Die allerlei informatie heeft rondom, in ieder geval... Wie op dat moment in die auto in stapt. De auto zit, maar ook wel als je kinderen wel of niet meegaan. Dan wordt die achterkant ook nog even anders ingeregeld. Dan worden er filmpjes opgezet die ze fijn vinden. En dus al dat soort zaken betekent dat je op al die plekken relaties moet hebben. Nou goed, en dat is uiteindelijk waar die wereld van ons bij elkaar komt. Ja, wat ik ook fascinerend vond, jullie hebben in 2016 een behoorlijke kapitaalinjectie gekregen van een paar miljoen, volgens mij. Klopt. En onlangs weer, en toen spraken jullie zelfs over vele miljoenen. Ja, ja. Waarom verbranden jullie 1, 2, 3, veel. Hoeveel was dat? Ja, ja vele, ja. Dat is geen één en geen tientallen. Het was niet geen één en ook geen tientallen, zo wil ik omschrijven. Ja, precies, ja. Dus ik zeg nou tussen de 10 en de 20. Ja, nou, alles zeggen natuurlijk. Ja. Ja. Oké, ergens in de orde van gang. Goeie vraag. Kijk, weet je wat wij... We hebben hier een applicatie of een systeem wat voor een afdeling wordt gebruikt. Hè? Als je een iWelcome systeem gebruikt, is dat missiekritieke infrastructuur. Als wij daaruit liggen... Ja, gebeurt er niks van als je die relatie in één keer stoppen zet. Of mensen kunnen niet beginnen met werken als medewerkers zijn. Ja. Je kunt niet meer inloggen, want wij zijn het inloggen, wij zijn de voordeur. Dat betekent dat wij ontzettend veel moeten investeren om eigenlijk voor grote ondernemingen, dat zijn onze klanten, die voordeur altijd open en up and running te houden. Dat wij continu door blijven gaan met security maatregelen nemen. Hè. We moeten dit op het hoogste security niveau moeten dit gaan regelen. Wij moeten functionaliteit blijven doorontwikkelen, want deze markt, hebben we net geconstateerd, staat niet stil. Ja. Dus dat moeten wij, er zit gewoon veel geld in zo'n platform. En hier is het alles of niks. Hè? Je bent of 100% betrouwbaar of je ligt eruit. Ja, correct. Ja. Je kunt niet 99 doen. Je kunt niet, ook niet 99% uptime garanderen. Want een uur eruit liggen kan ook niet bij een NPO of bij een... Maar goed, hier gaan dus vele, vele miljoenen in. Ja. Terwijl je best zware concurrentie internationaal. Wat positioneert jullie nou zo dat dat interessant is voor investeerders om daar zoveel geld in te stoppen? Ja, we hebben, ik denk dat het belangrijkste is, we kennen de markt. Hè. Ik ken natuurlijk dezelfde markt al heel goed. We hebben altijd wel een unieke visie gehad op hoe we dat willen doen. Hè. We wilden niet voor het middenbedrijf of het kleinbedrijf, we wilden grote ondernemingen. Dus we hebben allerlei keuzes gemaakt, technische keuzes, voel ik nu misschien een beetje ver. Die maakten dat wij daar wel een uniek verhaal hebben. Dat is ook een heel Europees verhaal. Hè. We hebben altijd gezegd, Europe's Identity Platform, dus wij zijn een Europese partij. De concurrentie komt uit Amerika. Wij hebben 19 concurrenten, dat zijn allemaal Amerikanen. Ja. Ja. Als je naar de rankings kijkt van eigenlijk derde analisten die over ons... En dat spreekt Europese bedrijven aan op dit moment?
Nou, dat spreekt zeker bijvoorbeeld in de Duitsstalige regio. Die zijn echt heel... Ja, maar ook in Frankrijk, hè? Enorm. In Engeland is het natuurlijk allemaal wat minder. Die zitten zijn we meer op Amerika georiënteerd. In Nederland zit er een beetje tussenin qua gevoel. Maar als je kijkt hoe meer je naar Midden- en Zuid-Europa gaat, ja, hoe belangrijker dat wordt. Nou, we hebben allerlei dingen neergezet waardoor niet alleen zeg maar, functioneel hè, die GDPR-zaken goed op orde hebben en beter dan de rest, mijn inziens. Mijn overtuiging. Maar ook dat wij allerlei data residentiegaranties kunnen geven. Hè. We hebben meerdere datacenters in Duitsland die we kunnen gebruiken. Nou, dat vinden die Duitsers fijn. Hè. Die willen niet dat data naar buiten gaat. We kunnen hetzelfde in Engeland doen, we kunnen hetzelfde in Frankrijk doen. We hebben eigenlijk end-to-end alles Europees gehouden. Dus als je een Europese grote organisatie bent, ja, dan resoneert dat goed met wat wij allemaal hebben ingericht en ook fundamenteel hebben ingericht. Dus het is ook niet iets wat je zomaar even kan namaken. Nee. En je zegt net ook al, er zit een flinke investering in, dus ja. Die inanslag moet je sowieso maken. En als je een Amerikaan bent, ja, zijn er ook een paar dingen die je niet kunt veranderen. Want je bent nou eenmaal Amerikaan. Ja, ja. En maar die vele miljoenen die erin gaan, hoe ziet jouw organisatie eruit? Hoe groot ben je? Ja, we zitten in Amersfoort, klein kantoor in Nijmegen. We hebben een development center in Roemenië, Cluj. Ja. En we hebben nu saleskantoor, verkoopkantoor in Engeland en Duitsland. En dat zal ook, we zijn net in Frankrijk aan de slag. Dus wij zijn wel een bedrijf met internationale ambitie. Ja. De ambitie is dat we met name in heel Europa willen gaan groeien. Dat betekent niet per se dat wij nou duizenden klanten zullen hebben. Wij werken voor grote ondernemingen. Dus wij willen over een... Wat zijn je meest prominente klanten op dit moment? Je denkt bijvoorbeeld aan in Nederland. PostNL is een hele grote klant voor ons. NPO is een grote klant voor ons in Nederland. Innogy, moedermaatschappij van Essent. Dus in heel veel landen. We hebben een aantal grote verzekeraars in Frankrijk en in Engeland en Duitsland. Een aantal namen die we niet mogen noemen, omdat security-wise niet gaat, maar het zijn gemiddeld genomen echt grote ondernemingen. Wij komen allebei, NPO zeg je, wij komen allebei bij de publieke omroep vandaan. Dus maakt dat eens iets duidelijker? Want wat voor een rol bij de publieke omroep speelt wat jullie doen? Ja, goed, nou, NPO is natuurlijk net een beetje in slecht voetlicht gekomen de afgelopen week. Maar kijk, wat wij doen, als je een account registreert, dat is het enige gedeelte wat nu bij ons in zit. Dus het registreren van dat account. En dat account moet je straks kunnen gebruiken met alle, bij NPO staat ook bij alle andere omroepen. Ja. En andere contentleveranciers in te kunnen loggen. Nou, dat account waar je dus in staat, dat zit bij ons in het systeem. Alleen dat account op dit moment en het inloggen gaat ook via ons. Je password username aanpassen gaat ook via ons. Dat is eigenlijk het gedeelte dat wij nu voor NPO doen. En dat zal zo meteen ook gaan groeien naar een veel bredere dienstverlening. Ja. En waarin onderscheiden jullie je van die Amerikaanse concurrenten? Ik werk bijvoorbeeld voor een recent groot project, werken wij met Gigya. Ja. Die zijn net door SAP overgenomen. Ja, klopt. Voor heel veel geld trouwens. Ja. Een paar honderd miljoen, ik weet niet precies. 350, ja. Dus dat zegt al iets over dat het een interessante markt is. Ja, dat is wel een goede. Maar Gigya, daar werken wij mee voor, gewoon authenticatie. Ja. Waarin onderscheiden jullie je van hun? Behalve dat zij Amerikaans zijn en jullie Europees. Nee, dat is een goede vraag. Gigya is ook een van onze grotere concurrenten, met name aan de consumentenkant. Eigenlijk aan de consumentenkant zijn er drie bedrijven, Genrain, Gigya en iWelcome. En het zijn bijna DNA-clashes die je hebt. Gigya en Genrain komen beide vanuit de marketinghoek. Die komen echt vanuit de profilinghoek. Die komen uit die hoek. Wij komen uit de identity/security-hoek. Ja. Dus wij zijn deze kant op gemigreerd. En zij proberen natuurlijk ook naar datzelfde midden te komen. Meer security toe te voegen. Daarom is die movement in zekere zin SAP wel goed. Want dat is natuurlijk een robuust profiel wat je erbij krijgt. Dat betekent ook als wij in een mediacontext zitten, dan kom je het vaak tegen, daar zie je vaak Gigya vanuit die profiling gedachte. Zit je in een verzekeringscontext, ja, dan is er veel meer direct rapport met ons, omdat wij natuurlijk veel meer die taal van security, beveiliging, identity management in die hoek snappen. Ja. Nou, zo zie je het eigenlijk een beetje. Dus alles wat advertentie gedreven is misschien wat meer profiling richting Amerikaans Gigya-achtige partijen. Ja, waar als je echt zit op het gewoon onderhouden van een. Van persoonsgegevens en het dat veilig doen. En, ja, ik denk je daaruit, in ieder geval uit DNA, kijk, uiteraard, zij bewegen ook deze kant, want je kunt niet anders in Europa meer. Hè? Ja. Dus ook dat moet veranderen. Maar daar zie je eigenlijk de bloedgroepen die bij elkaar komen. En ik denk dat wij daar een iets makkelijker brug te slagen hebben dan dat zij dat hebben. Omdat toch, ja, dat laatst zijn de Amerikanen een beetje borderline illegal, waar ze vandaan kwamen. Hè? We halen alles uit Facebook van iemand die iets achterlaat. Nou, dat doen ze niet meer inmiddels hoor, maar dat is wel waar ze vandaan kwamen. Dat is hun legacy. Onze legacy is misschien iets te technisch en iets te weinig marketing. Nou goed, we moeten die stap die kant op maken. Dat is ook gelijk even onze uitdaging die we hebben. Ja. En ben jij zelf, hoe technisch ben jij zelf? Niet. Nee? Nee, ja, ik heb ook zo'n app, want daar kan ik redelijk mee werken. Ja, maar dat is... Ja, ik kan me nog net iets voor de gek houden, denk ik, met alle vier letterige afkortingen. Maar
Kijk, en conceptueel snap ik wel een hoop dingen, maar ik ben geen techneut. Mijn achtergrond is bedrijfskundige. Dat, ja. Ik vind het wel fascinerend wat je met techniek kan. Ik vind het fascinerend dat de concept waar we net over hadden, dat allemaal gaat gebeuren. Dat het aan elkaar gaat gekoppeld worden. Wat dat bedrijfsmatig betekent. En daar dan een product voor verzinnen. Hoe we dat allemaal doen. En wij doen enorm veel ingewikkelde dingen. Daar heb ik gelukkig hele goede mensen voor. Ja. Ja, hoe groot zijn jullie? We hebben 80 man aan het werk. 80 man. Moment. Ja. Ja. Je zei inderdaad van een van de voormalige Oostbloklanden had je. Ja, had je. Roemenië. Ja. Zit daar het gros van je technische mensen? Zitten die ook weer dichtbij hier? Nee, we hebben ze ook hier en we hebben ze daar. Kijk, we zitten met name in Roemenië, omdat daar gewoon een grote hoeveelheid echt technische mensen zijn. En dat is toch wel iets wat je wat eigenlijk wel bijzonder is. Kijk, in Nederland was het lang zo dat als je techniek deed, en dan wilde je daarna manager worden. Want dat was zelf business IT alignment-achtige dingen gaan doen. In die landen is het heel cool dat jij IT'er bent. En als je projectmanager bent of manager, dan ben je eigenlijk een slechte IT'er geworden, gebleken. Ja. Dus dat is een ander soort mindset. En wij hebben wel die hardcore techneuten nodig om dit soort platformen te kunnen bouwen. En die zijn er ook goed voor handen. Een stad als Cluj, daar op 170.000 inwoners zijn 60.000 studenten. Ja, ja, want je zei eerder al van, oké, we bewust focus op Europa. Wat natuurlijk heel belangrijk is, ook voor die Europese bedrijven die het belangrijk vinden dat hun data hier op de juiste manier wordt opgeslagen en et cetera. Maar welke, ik vraag het met name ook als vervolg wat je nu zegt. Maar wat zijn de problemen dat je vanuit Nederland opereert? Wat zijn je beperkingen? Mensen vinden bijvoorbeeld? Ja, goede mensen vinden. Van de andere kant, kijk, je moet ook Europees denken. Hè? Dus dan moet je ook dat probleem weer ondervangen door gewoon zoals wij nu doen in een ander land te gaan zitten. Eerlijk gezegd ervaar ik helemaal geen problemen dan Nederlandse zijn. Want wij Nederlanders liggen wel lekker in Europa, overal. Ik heb het ook altijd vanuit mijn eerdere bedrijf ook gemerkt. Dus we konden goed verkopen in Engeland, we kunnen goed verkopen in Zuid-Europa. Want nergens heeft iemand eigenlijk echt een hekel aan Nederlanders. Ja, daar zijn we lekker klein voor, zeg maar. Ja, Klabijk heeft, we hebben net een heel groot project gewonnen voor een hele grote klant, een hele grote verzekeraar in Frankrijk. En die kiest heel expliciet voor ons, omdat ze namelijk het Noord-Europese duidelijkheid, en vooral die van Nederlanders, erg waarderen. Dat werkt dus. Dan moet je als Nederlander ook niet onderschatten dat daar een iets andere cultuur heerst en daar ook wel mee omgaan. Maar, nee, dus ik zie niet zozeer een nadeel van in Nederland zitten. Ik denk wel dat wij in Nederland af en toe iets innovatiever en iets meer mogen laten zien dat we goed bezig zijn. En het is voor een bedrijf als IWL wel heel moeilijk om hier te groeien. En ook met name omdat het investeringsklimaat toch wel anders is dan bijvoorbeeld in Amerika. Ja, als dit zo belangrijk is, hè, dit is echt een hot topic, die wetgeving komt eraan, er moet van alles gebeuren. Waarom verbranden jullie zoveel geld? Waarom maak je niet gewoon winst? Er is blijkbaar heel veel vraag naar. Ja, dat klopt. Ja. En dat zullen we ook gaan doen. Ja, we kunnen ook wel winst gaan maken nu op dit moment, alleen we willen verder groeien. Dus daar hebben we geld voor nodig. Ja, waar gaat dat geld dan vooral in zitten? Het gaat uiteraard in het doorontwikkelen van platformen, maar op dit moment ook met name in het uitbouwen van marketing- en salesorganisatie. Ja, dus die internationale expansie, dat is nu met name eigenlijk het meeste. Dat is ook nodig, dat is sowieso nodig om het rendabel te krijgen? Nee, we kunnen nu ook rendabel zijn, alleen dan ga ik niet verder groeien. Kijk, als je zegt, ik wil in Nederland groter worden, ja, dan kun je dat met veel lagere kosten doen. Nou, wil je dat internationale footprint kijken? We zijn met een Europese visie al kleiner dan onze concurrenten die een global verhaal proberen te houden. Dus alhoewel, ik vind die focus heel sterk. Wat we nu moeten gaan doen is zorgen dat wij ook daadwerkelijk wel zijn. Als je Europees bent, moet je ook niet zeggen, ik ben Europees vanuit Nederland. Dat betekent eigenlijk Nederland met wat dingen naar buiten. Maar moet je ook daadwerkelijk bij klant op de stoep kunnen zitten. Nou, daar moeten we in gaan groeien. Ja. Ik geloof er ook in. Hè. Ik vind ook dat je praat hier over toch wel een missiekritiek ding. Nou, mensen vinden het fijn om de mensen ook te zien. Ja. En ondanks dat alles digitaal is, het idee hebben dat als er een probleem is, dat ze binnen 2 uur bij je kunnen zijn, al zitten ze in Nederland. Of dat ze lokaal zitten en met 2 uur rijden bij je kunnen zijn. Nou, dat is gewoon wel een krachtig punt wat we hebben. En daar concurreren we ook met bijvoorbeeld een Kikia en Gender1 goed mee op die manier. Hey, de laatste vraag die ik heb. We vragen altijd onze gasten om een voorwerp mee te nemen. Waar Guido van Ispen, onze fotograaf, je dan mee op de foto zet. Je hebt het hier ook nog even bij. Waarom heb je... Laat even zien wat je bij hebt. Waar mag ik wel zien? Laten we gewoon even op die zien. En vertel even wat het is en waarom heb je dat meegenomen? Asterix en de Rode Laars. Asterix, ja. Die Rode Laars, het gaat over Asterix en Obelix. Kijk, uiteindelijk is dit natuurlijk gewoon een klein Gallisch dorpje dat op een of andere manier toch een magisch toverdrankje heeft. En daarmee kan winnen van die grote Romeinen. Ja, dat is eigenlijk wel wat ik de afgelopen 5-6 jaar heb gevoeld. Er zijn een hoop initiatieven geweest hier in Nederland, maar ook buiten Nederland en Europa. Die allemaal om, ik denk, reden van te weinig visie en te weinig focus niet gehaald hebben.
En wij zijn still going strong. En we worden door alle analisten gezien ergens in de top 3 als productleider, innovatieleider op ons gebied. Ja. Niet zozeer marktleider, hè, want dat is de volgende stap die we willen gaan maken. Ja. Vandaar het geld. Maar het bedrijf met de beste visie en het beste product, met name aan die consumentenkant. Ja, dat hebben we bereikt. Dat is ons toverdrankje. En daarmee zijn wij de Asterix en Obelix tegen de Romeinen. En dit ons vooral tegen de Amerikanen. Ja, mooi. Mooi is om trots op te zijn. Ja, zeker. Absoluut. Mooi. Ja. Hey, en mijn laatste vraag. Stel, wij nodigen jou over 2 jaar weer uit. Waar sta je dan? Je hebt gezegd ergens, ik weet niet meer waar ik het gelezen heb, dat je dan in ieder geval winst maakt. Dat kan beter. Maar dat is saai. Dus, ja, dat vind ik ook saai. Nou, wat ik eigenlijk wat ik graag zou willen, is dat uiteraard zitten wij dan door Europa heen. Dus we zitten minimaal in 10 landen. Dus, maar het zou heel fijn zijn, en ik denk dat dat moet kunnen lukken, dat ieder Europeaan minimaal 1 keer in ons systeem staat. En minimaal omdat, ja, als je toevallig bij NPO een account hebt en bij PostNL en bij USG People werkt enzovoort, enzovoort, je automatisch al 3 keer in ons systeem staat, maar minimaal 1 keer in ons systeem, iedere Europeaan. Dat zou een mooie elke plaats zijn. Europeaan ook. Want, ja. Elke Europeaan met een account bij jullie in het systeem. Ja. Vind ik een mooie ambitie. Ja. Over 2 jaar. Ik ook. Nou, als wij gewoon zorgen dat we er morgen al in zitten, dan hebben we het beginnetje al gezet. Of zitten we al? Ben jij PostNL? Ja, PostNL heb ik. NPO wel, toch? Ja, denk ik. NPO ook. Ja, dus ik sta er al twee. Wij zijn al binnen. Maar nu al die Fransen nog, die Duitsers nog. Ik ben daar ook de grootste uitdaging ligt. Ja, precies. Ja, dat is een ander verhaal. Ontzettend hartstikke bedankt. En veel succes. Jullie bedankt voor het kijken. We zijn er iedere dinsdagavond. Je weet het. Iedere dinsdagavond vanaf 9 uur vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Met biertjes van Bier & Co. uit Amsterdam. Met de betrouwbare stream van Jetstream uit Groningen. En natuurlijk dankzij PQR dat ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets altijd up and running is. Tot volgende week. Dag. Freedom Lab, nee, dat had ik erbij. Oh, dat had ik erbij.